Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en de overheid werken aan een goede afneemprijs van melk bij boeren. Dit vertelde landbouwminister Prahlad Seodien gisteren aan onze nieuwsdienst voor aanvang van de wekelijkse ministerraad. De bewindsman zegt dat de nieuwe prijs wel gauw in orde wordt gemaakt. Kijk, er ligt al een voorstel bij de regering om de melkprijs verder aan te passen. Dat is even aangehouden omdat het sociaal programma, tenminste, en als je praat over subjectsubsidie, die discussie wordt nu gevoerd met mijn collega van Sociale Zaken, hoe we dan die mensen opvangen. Twee, we weten dat de prijzen van input zijn gestegen, vandaar die aanpassing, voorstel tot aanpassing. Ten derde, we moeten werken aan onze melkplas, dat verhoogd moet worden, waarvoor er nu voorbereidingen getroffen worden. We hopen binnen 2 maanden over te gaan tot import van wat goed genetisch materiaal om de boeren daarvan te voorzien. En als laatste, er moet ook gewerkt worden aan de omstandigheden op zo'n bedrijf zelf. Seodien zegt verder dat elke boer zal moeten werken aan een betere grasproductie voor zijn vee. De boeren moeten hun melkkoeien voorzien van genoeg gras in plaats van andere producten. Voer moet slechts aan te pas komen als aanvulling om de melkproductie te stimuleren, meent Seodien. Maar hier wordt net andersom gewerkt, omdat het tekort is aan gras. Er moet een herstelprogramma komen om die weilanden aan te pakken, je grasproductie, grasplanten, nieuwe grassoorten introduceren die het beter doen. Dus dit programma, het komt er wel. Want we willen zo snel mogelijk af zijn van import van melkpoeder. We willen het liefst onze lokale productie tot op zo'n niveau hebben dat wij kunnen voldoen aan onze behoeften. Seodien zegt dat dit vraagstuk deze week weer aan de orde komt binnen de regeringstop. Ondernemer Dilip Sarju vertelde eerder in een gesprek met de redactie dat de overheid moet investeren in meer melkkoeien. Melkboer Jamil Leisner zegt dat er een verhoging moet komen voor koemelk. De verkoopprijs anno 2022 is niet rendabel. De situatie is volgens Leisner zo erg dat er ook minder interesse is om in deze sector te investeren.